28 supertankers per jaar worden aan voedsel in de prullenbak gegooid. 32% hiervan was nog steeds goed, maar we willen mensen hier graag van bewust maken. We hebben onze proef gespreid om te onderzoeken wat iemand weggooit terwijl het nog houdbaar is in de vriezer. Je kunt met de app bijhouden wat in de vriezer ligt en hoe lang het nog houdbaar is. Ook geeft de app receptsuggesties en kun je bekijken wat mensen in je buurt hebben voor onder andere evenementen zoals buurtbarbecues. Hier ziet u de opbouw van ons event. We hebben tenten neergezet, barbecues aangemaakt en onze app in elkaar getimmerd. Ook hebben we in de buurt vlees opgehaald wat mensen zelf zouden weggooien. Daarna kon ons event beginnen. Een buurtbarbecue met het vlees dat je zelf zou hebben weggegooid. Ik wilde vragen, wat vond je ervan? Als ik het in één zin wil samenvatten, was het een smakelijke les. Een smakelijke les? Ja. Dat vind ik een mooie samenvatting. Ja. En wat vond je er zo lerend aan? Ja. Wat heb je zo al geleerd? Het is in feite de les van vriezer is leuk, maar let erop. En zorg dat je het er op tijd uithaalt. En dan is het nog steeds goed te eten. Ja, je moet dus gewoon plannen wat je in zijn diepvries inhoudt en dat het op tijd op is. Wat vind je van het initiatief van die app om dat op te lossen? Prima, ik wil het dolgraag ook implementeren in de ontwikkelingen zoals ik mee bezig ben, de communicatie tussen buren. Mm-hmm. Dat als iemand zegt van joh, ik hou het lekker bij, dat de buren kunnen zien hoe je het bij kunt houden. En dat je op basis van jongens, er ligt nu zoveel vlees in de diverse diepvriezen. We moeten noodgedwongen maar eens een buurtbarbecue houden. Er lag daar best veel vlees. Wat vonden jullie van die hoeveelheid vlees? Ja, ik vond het toch wel opvallend hoeveel er eigenlijk was. Dat het toch weggegooid kon worden en eigenlijk nog eetbaar was, zeg maar. Ja. Ja. Zijn jullie ook van plan die app te gebruiken? Zouden jullie dat interessant vinden? Ja, op zich wel. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja. Want dan kan je het beter doen natuurlijk. Ja, dat was heel leuk.